Tras ergens in Frankrijk in de zon. Zit een man die er tot gisteren nooit woonde. Maar zijn auto kwam niet van bij uit de bocht. Zonder hem, zonder hem, want die had hem net verkocht. En maar in zo'n open terras leest in het AD dat hij niet meer in leven was. Zijn auto was volledig afgebrand. En de man die hem verkocht had, stond onder zijn naam in de krant. Doe het dan, doe het vluchten, maar ik blijf er tussenaan.